Oké, jongens, het is nu zaterdag. Nu ben ik met Lot. Hallo. Hallo. Dit scheuren? Welkom bij de verhuisvlog. Dat gegiegel erachter. Mag ik dit scheuren? Ja? Want dit kan niet netjes zijn. Oh. Nou, jij hebt niet goed hoor. Nee. Die gele peper houdt smaak naar boter. Ik vind boter heel gaaf. Waarom zeg je dat nou? Boetje? Nee. Ja, nu je het hebt gezegd, denk ik wel Ik vind boter wel in een restaurant lekker met zout en peper. Vond jij dat nou ook? Ja. Ja, ja, maar we hadden het toen in Utrecht over. Ja. Oh, voor. Ja, nu is het. Ben jij in de moed? Nee, maar ik denk dat het echt fout gaat. Nee, joh. Maar moet ik even een zak pakken om al het karton in te doen? Moeten we ook drinken? Nee, toch? Nee. Ik hoef niet drinken. Oké, okay, ik hoef niet drinken. Ik wil eigenlijk wel drinken. Ja, ik ook eigenlijk. Maar dat is te veel te drinken. Moet ik even meelopen? Nee, thee of water? Water. Ja. Ja, want anders wordt de thee weer koud. Nee, thee. Oké, okay, thee. Ik ga even vloggen hoor. Ja. Wij hebben lekker patatjes gegeten. Nee, ik ben ook aan het vloggen. Wij hebben patatjes gegeten en Charlotte heeft eventjes gestofzuigd met de nieuwe stofzuiger. En nu gaan we samen deze kast in elkaar zetten. En ja, let's do this. Ik denk te liggen deze. Dit is een soort van Doritos roulette challenge. Hoe spicy is. Oké. Okay. Oh, beneden gaat het wel lekkerder met die herrie. Ik begin alvast. Het is hier licht donker. Licht donker. Oké. Okay. Hier is karton. Dit moet weg. Ja. Doe maar weg. Het is wel. Oh, ik zou deze onder mijn kookplaat kunnen. Verbrandt het dan? Dat weet ik niet. Dat zou ik wel eng vinden hoor. Ik dacht onder je kookplaat. Ja. Dit zijn de zijkanten, schat. Hallo! Dat zijn deze. Even les! Wat moet dit? Even... Ja, dat zet ik je net over. De middelste. Is die dik? Lota, da jonga. Wat machst du denn? Lotta! Charlotte! Charlotte! Hey, dit is de onder. Dit zijn de poten! Ja, dat zei ik toch ook? De man zei al, je kunt de poten met. Dit zijn geen poten hoor. Geen vis van hier. Oh, nee. Ik pak de binnen. Moet dit er gewoon nou ingedraaid? Ja, zullen we ze gewoon nog een beetje losjes doen? Ja. Dit vond ik wel een makkelijke stap. Ik zit hier wel heel sexy met mijn bochel. Ik heb heel grappig gedaan. Oké, ik ben er heel blij om dat je mijn vlogmas wat leuker maakt. Nou, aan het werk. Charlotte. Dit wordt zo'n hele timelapse. Oké, maar een timelapse is toch juist heel realistisch? Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat wordt dan. Kan je het in één keer zo erin slepen of moet je dat helemaal zelf doen? Nee, dat is dus dan al heel klein. Daarom is het zo leuk. Bonnie heeft mij ook. Kan je met mij leren? Ja, maar ik weet niet of dat kan bij die van jou. Maar ik lijk wel een hele grote witte zwarme rol. Ik heb niet leuk. Lot, je beeld is weer veel te wit. Nee. Kijk, ik ben half geest. Ik lijk wel een hele grote zwarme rol. Zij dat niet? Een witte zwarme rol. Hé, hey, het is hier een vlekje. Waar? Oh nee, dat is je contour. Oh my god. Ziet mijn contour uit als nee, maar hij lijkt een beetje hier donker. Nee, nu niet. Ik heb ook, het was ook nog een beetje donker toen ik hem gedaan.
Ik wil ook Charlotte, een timelapse. Volgende stap. Ja, maar welke op... In de volgende timelapse ben ik ineens achter. Ik vind het echt super leuk, timelapse. Ik doe ze erin en jij doet ze erin. Ja, oké. Zie je, ik praat ook in de gebieden wijs. Maar soms als je de leiding neemt, dan moet dat. Hè? Ja, ik zet toch en jij doet hem erin. Nee, jij doet hem erin. Zal ik hem even uitzetten? Ja. Dag jongens, tot de volgende video. Ik wil hem ergens goed neerzetten. Dit is echt een vet goede plek. Oh nee, jouw camera is goed, dus jij kan hem ook op het nachtkastje zetten. Ja. Hi jongens en welkom bij weer een nieuwe video. Batterieën. Daddy cool. Daddy cool. 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 Ben je aan het filmen? Ik ben altijd aan het doen. Oh. Nou, Lotte. Ja, ik kom nu. Lotte. Wat moet ik doen? Deze even aanpakken. Alleen dit? Ja, even wegzetten. Oké. Okay. Dan kan ik alle plukjes erin doen. Moet er in de achterkant ook in? Jezus! Ja, je hebt gelijk. Ik ben er zo boos. Sorry. Alles zit er nog in. Ik ben helemaal rood. Sorry voor mijn moesje. Ik rood? Nee. Heel bang. Maar hij is echt de schattigste man op aarde. Hè? Hij wordt echt toch niet boos op mij. Heb je hem al in mijn vlog gezien? Ja. Hij is mega cute. Hij is alleen echt een zeikert. Oh, je zat even aan mijn beeld. Heel subtiel. Deze is erin. Deze. Jeetje, Mine. Oh. Ik ga deze wel duwen gewoon. Ja. Ja, en nu dan een beetje zo. Tikkie. Nee, dit is echt een flut tikje. Ja, hij zit. Nou, fantastisch. Oké. Okay. Nu de plank erin. Oh ja. Mag ik het doen? Ja. The honor is yours. Maakt het nog uit welke kant je voor hebt? Nee, ja, deze achter. Ja? Het is hout. Oh ja, want hier Spaanplaat, houtje. Wat niet tegen de badkamer kan. Huh? Past niet. Oh wel. Ik denk dat dit dus niet in de badkamer moet eigenlijk, want het kan er dus niet tegen. Nee, ik denk het ook niet, maar ik zou het wel doen. Ja, maar ja, kijk hoe mooi dat hier zou staan, Lot. Voor komen we. Ja, dat qua laagte. Als moet ik er misschien nog een halen. Ik heb geen zin om maar deurtjes op te zetten. Dat hoeft ook niet, als je hem toch voor Cornwall gaat gebruiken. Is wel netter. Hallo jongens, het is nu 7:05. Ik heb vandaag dus patat gegeten met Lotte. En dat was het. Nu zit ik hier met Sanne en we eten een soort van samen sla. Zo met aardappelpuree, dat random. En ik heb een beetje spijt dat ik naar de IKEA ben gegaan. Want het is druk. Ziek druk. En heel lastig om alles te vinden. Alles ligt zeg maar op andere plekken. Ik ben eigenlijk heel moe. Maar ja. Alles. Heb je? Pak hem maar. In die kast en er zijn twee vakken en één vak heeft nu geen plank. Snap je? Het is gewoon zo'n vak zonder plank. Het is niet heel praktisch. Hey. Dus nu twee grote vakken en twee doormidden gesplitten. Ik denk dat het wat dit is. Maar dat is niet de bedoeling dat je met een hit. Dat betekent dat je het er ook niet doormidden. Nee, kijk. Dus ik heb hier nog een plankje tussen. Kleding in de auto, is dat misschien handig, maar het is misschien niet. Maar ja, misschien wel.
2 over 2 pannenkoeken. Weet je dat je nu op YouTube komt? Ik? Ja? Daar. Waarom? Ik dacht dat ik eruit zou wachten. Wil je daar nog een pannenkoeken? Nee, oké. Okay. Even kijken in welke kant je spiegel. Ja, 39 of zo. Je moet je gewoon zonder audio afspelen en alleen maar een soort van sfeer wil. Dat doe ik nooit. Daar ben ik te lui voor. Jongens, het leven valt tegen, want niks is er wat we willen. Ja, is er geen gordel? Jawel. Oh. Hey, waar is nou de autosleutel, Sean? Jullie? Sean is de man. Oh, in mijn ene kontzak. Oké. Ja. Vind je dit mooi? Kijk. Hey, je pakt jouw hoofd omdat ik niet op een hoofd leek. Zag je dat? Ik zie mijn eigen hoofd niet eens. Daar. Oh, hoi. Oké, jongens. Shanna zit achterin. En we hebben nu maar één. Het valt mee. Oké, tot ziens. Hallo kijkers. Hier zit Shanna. Ik heb zo'n besteklaag gekocht. Ik vond het allemaal niet echt geweldig. En toen kwam ik er dus achter dat deze 9 euro was. Vond ik heel erg overdreven. Maar goed. Ik had dus H&M bestek besteld voor 50% korting. Lot en ik wisten dus niet zo goed wat we ervan vonden. Want het kwam vandaag binnen. Het is een heel raar laagje. Het een heel naar geluid maakt. En het is echt heel groot. Maar ik vind het wel prima. Kijk. Hele grote vorken. Maar nu passen ze dus wel met bestekladen. En dit douchereik heb ik ooit gekocht, de grote versie. En die viel alleen maar naar beneden, dus ik heb nu de kleine. 2 verlengsnoeren, een schaar, een knoflookpers en een soort van rare knoflookolie die me wel lekker leek op zich. Oh ja, en nog 2 van die planken in het klein. 1 voor de wc, 1 voor boven het bed. We kunnen dit doen, we kunnen de kapstok doen. De spiegel die ik wilde is er nu wel. Dus we kunnen deze kleine ophangen en we kunnen boven de grote ophangen. Dus we kunnen echt ziek veel doen. En Sean is gelukkig ook al van het aan de slag, dus dat is wel chill. Daar zit ze, kijk maar. Lekker aan de slag. Kijk, Shanna is aan het leren hoe je dit moet doen. Nee. Prestatiedruk. Ik heb ook druk. Oké. Okay. Harder, harder, harder. Ja. Yes. Nee, wel helemaal tot de max, hè? Doe je nog niet? Nee. Ja. Talent. Handig gemaakt. Wil iemand op date met Shanna? Het is zo leuk. Schroef. Ik heb geen mannelijke kijkers, helaas. Nee? Nee. Nou ja, mijn opa. Kan je het zien op je, zeg maar... Statistieken. Ja. Hoeveel schroeven hebben we nog nodig, Shanna? Gewoon 0 mannen. Heb je genoeg aan nog 3? 4. Ja, nog 1, toch? Okay. Oh, jongens, dit is dezelfde kast als die ik net met Lotte heb gedaan daar. Lotte, als je dit hoort, kijk. Sst. Deze plank heb je ook. Denk jij dat dit is? Dit is dit? Ja? Ja. En wat is het zwarte kapje dan? Oh, dat zit je er later weer op of zo. Zo, er moeten ook nog 2 schroefjes bij en die moeten in de voorste gaatjes. Oké, we hebben de spiegelkast af. Het was best wel een werkje, maar kijk hoe mooi de badkamer nu is. Ik weet niet of ik het al had gezegd dat ik die kast hier nu heb gezet. En een spiegelkast, hetzelfde als een Wees. Vet mooier, kan ik super veel in kwijt. De badkamer is ineens gewoon echt een super professionele badkamer geworden. En we gaan nu de spiegel hier ophangen. Oké, ik ben net thuis en Linda en Frans kunnen hier op het moment zijn. Linda en ik gaan vanavond, ik weet niet of ik het gezegd had, wij gaan dus een beetje opruimen. Want ik denk nu dat ik verhuisd ben, maar er ligt nog allemaal troep van mij in het huis. Dus gaat ze mij helpen uitzoeken en een beetje weggooien. Jongens, het is hier echt niet normaal. Bobby ligt hier de hele tijd toe te kijken. Heel schattig. Dit gaat mee. Weg. Berging. Er zijn er al 3 bergingdozen. Dan zijn we echt niet goed bezig. Nee, 2. Andere. Oh ja, dit gaat mee. Dit is voor verkopen. Dit moet ik nog even houden. Oh, het is helemaal onder de stof. Oké, we zijn nu bij de volgende fase. Bobby zit er de hele tijd bij. Ik moet deze fase met bloemen. Wat is het erg? Het
zo jammer dat ik haar niet kan filmen. Maar ik zit hier alles leeg te gooien. Deze kat vindt het helemaal geweldig. Nee, dat zijn allemaal schroeven en zo, hè? Ja. Ja. Even liggen. Zullen we zeggen, laten we alles maar in één keer op de grond gooien, want dat werkt bij het beter. Maar dit is allemaal van mij, hè? Niks is van Ruk hiervan. Bobby? Bobby? Je zit nog maar heel kort in mijn vlog. Misschien nog maar een week. Allemaal abonnees zijn straks weg, omdat Bobby er niet meer is. Hm? Allemaal abonnees weg. Ja. Kijk, kijk hoe hij zijn pootje erop legt. Kijk. Je moet kijken. Uh-huh. Ik vind hem echt wel heel schattig dat hij altijd overal bij komt liggen, hoor. Ja, dat is wel cute. Kijk, hij likt eraan. Kijk, 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 kijk. Hoe schattig. Oh, hij is bang voor die vuilniszak. Ja, oké, okay, nou hier gingen we dus naar de... naar de kleine kamer. Hoe noem je dit? Het bed waaronder alle kleding hing. Kijk hoe alles weg is. Dit hing helemaal vol. Dit hing helemaal vol. We hebben... Wat gaat er nou allemaal mee? Ik snap het niet meer. Volgens mij gaat dit allemaal naar mijn huis. Ik was al best wel kritisch. Maar tijdens uitladen morgen kan ik alsnog wat kritischer zijn. En misschien nog wat wegdoen. Dat gaat naar de berging. We hebben maar gewoon geen kleding echt weggedaan. Omdat ik toch nog naar de eihallen wil. Dus dan kan ik net zo goed zijn Lynn ook alles maar gewoon meenemen. Dus dit verkopen nog. En dit allemaal naar mijn huis dus. Drama. Ik hoop dat het allemaal gaat passen. En Ruben en Frans komen er nu aan. En dan hoop ik dat ze even willen helpen. Dan gaan we even alles in de auto tillen. En dan hoop ik dat Rub zo even mee wil rijden naar Muiden. En dat we even alles in Muiden kunnen zetten. Dus top.